Het ministerie van Economische Zaken en een delegatie van de Wereldbank hebben op 14 november in het kader van het SEARCH-programma een bezoek gebracht aan Surifit NV. Surifit NV, die nauw samenwerkt met vrouwencoöperatie Wi Umafusranang, heeft een matching grant via het SEARCH-programma ontvangen met als doel de overstap te maken naar mechanisering van het bedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in fruit- en cassaveverwerking, waarbij er cassavemeel, babypap, cassavepannenkoekenmix en cassavevlokken voor zowel de lokale als de exportmarkt wordt geproduceerd. Suriname heeft op 15 november een nieuwe overeenkomst getekend met de Europese Unie en de Organisatie van Afrikaanse Landen en die in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Deze nieuwe overeenkomst, de opvolger van de Cotonou-overeenkomst, die verlopen is in 2020, wordt de Samoa-overeenkomst genoemd. Het algemeen doel hiervan is het versterken van politieke en financiële partnerschappen, het afstappen van de donor-ontvangerrelatie en te geraken tot een gelijkwaardig partnerschap tussen partijen. De overeenkomst werd namens Suriname ondertekend door Gilbert van Lierop, ambassadeur van Suriname voor de Europese Unie, en zal voorlopig worden toegepast vanaf 1 januari 2024. Om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoer van de werkzaamheden heeft het ministerie van OW middels specifieke trainingen de aandacht gericht op bij- en omscholing van het personeel. In dit kader mochten 6 cursisten op 10 november hun certificaat in ontvangst nemen na het succesvol afronden van de training Zakelijk Nederlands. Minister Riyad Nur Mohammed heeft aangekondigd dat er een uitgebreid en dynamisch trainingsprogramma is gestart om de vaardigheden van 2500 medewerkers te verbeteren.